Een bijzondere combinatie tussen beeldende kunst en muziek. Typisch Nederlandse taferelen en een echte afvalkunstenaar. Dat is wat je kunt verwachten van deze aflevering van Cultuur. Was het laatst nog een dansvoorstelling die werd geïnspireerd door het werk uit de Pont? Nu zijn het stadscomponist Anthony Fiumara en celliste-performer Jacqueline Hamelink die een muzikaal gesprek zijn aangegaan met de kunst in het museum en met de bezoekers. Voor nu is het even de laatste editie, maar in Strijklicht wordt na de zomer weer elke maand stilgestaan bij een ander werk uit de collectie. Ten eerste, als we rond gaan kijken in het museum, kijken we welk kunstwerk eigenlijk met ons in gesprek gaat. Dus waar wij een soort van, ja, ik voel dat het een voel je of een soort connectie ontstaat. En dan, je voelt een bepaalde wereld, een soort fascinatie en nieuwsgierigheid. Vervolgens gaan we dat helemaal dan bestuderen. Je leest er dingen over. Soms zijn er ook mooie filmpjes. Ja, we zijn dan hier natuurlijk in het fantastische De Pont. Dus die hebben allemaal mooie documentaires. We doen echt heel veel onderzoek. En dan proberen we dat te gaan eigenlijk vertalen in muziek. En ik zeg wel altijd, ja, je moet eigenlijk niet te geborneerd zijn. Dus je denkt, nou, ik heb gestudeerd en ik weet wat jij te zeggen hebt. In een goed gesprek gaat het altijd over ja, dat je echt luistert naar wat je te zeggen hebt, alle twee. Dus het kan zijn, je hebt wat elementen die je van tevoren bedenkt. Maar constant blijf ik eigenlijk kijken naar dat schilderij. Klopt het? Hoe klinkt het? Wat heeft dat te zeggen? En dan komen er weer tonen bij mij op. Dus ik bedenk meestal zelf een paar key kleine dingetjes en dan op het moment zelf ontstaat het. Het is een heel simpel kunstwerk, maar er ligt een hele wereld achter. Een hele wereld van gedachten achter. Dus we zijn ons gaan inlezen en gaan kijken naar documentaires. En gekeken hoe wij hoe wij kunnen reageren op het kunstwerk. En het leuke van dit is dan dat het publiek niet naar ons kijkt, maar ze kijken met ons naar het kunstwerk en ze horen wat wij ermee doen. En hoe wij het verklanken. En dat levert gesprekken op. Sommige mensen snappen het helemaal. Andere mensen denken er misschien heel anders over, maar dat is leuk. Wat we ook dachten is dat kunstwerken worden eigenlijk altijd maar gemiddeld 8 seconden bekeken. En al 8 of 9 seconden. En wij maken daar dus nu met die muziek 8 of 9 minuten van. Want die muziek duurt 8 of 9 minuten. En tegelijkertijd zit je naar dat kunstwerk te kijken. En is het dan ook de bedoeling dat de mensen het kunstwerk op een andere manier ervaren? Of dat jullie composities of muziek meer toegevoegde waarde hebben? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop wel dat die beide dingen elkaar aanvullen. Ja. Ik hoop dat de muziek het beeldend kunstwerk aanvult en andersom. En dat het mensen misschien ook op andere ideeën brengt over dat kunstwerk. Dat zou geweldig zijn als dat gebeurt. Ja, dus in onze eerste samenwerking, ik deed het project al in mijn eentje van tevoren. Ik vond het fascinerend om te reageren op kunstwerken. En toen wij elkaar ontmoetten en we wilden samen gaan werken, toen dacht ik, goh, ja, dan denk ik altijd, oh, wat zouden wij elkaar dan kunnen bieden. En toen las ik over hem ook dat hij enorm gefascineerd is door beeldende kunst. En dacht ik, nou, dat zou misschien wel eens een hele spannende samenwerking kunnen worden. En gelukkig reageerde hij daar heel enthousiast over. Wat ik terugkreeg van het publiek is dat ze zeiden, het kunstwerk ging helemaal bewegen. Ja, dus in die zin heb je interactie, dat wij eigenlijk het publiek een ruimte geven om veel langer naar zo'n kunstwerk te kijken en eigenlijk in die wereld van dat kunstwerk te komen. Dus in die zin heb je natuurlijk ontzettende interactie, maar dat gaat allemaal via de oren en de zintuigen op die manier. Wat is het eerste wat in jou opkwam? Okay, een woord heb ik ervoor.
zo begin ik meestal. Dus dan is datzelfde woord, heeft allerlei kortsluitingen in mijn hersenen. Dan komen er allerlei verschillende associaties in voor. Het heeft natuurlijk iets enorm krachtigs. Hendrik Driessen zegt ook, het is een kunstwerk met ballen. Nou, bijna letterlijk natuurlijk. Het heeft twee, je kan het als borsten zien, maar ook als vallensymbolen, ook als jachttrofeeën. En het heeft zoveel in zich. Dus aanvankelijk hoorde ik alles tegelijkertijd. Wat is nu typisch Nederlands en wat houdt een Nederlandse identiteit eigenlijk in? Vragen waar Herman Pleij laatst bij stilstond tijdens een lezing in de Lokhal. De auteur van de boeken Moet Kunnen en Moet Nog Steeds Kunnen was er op uitnodiging van Stichting Kools in de kennismakerij. Ik praat over collectieve mentaliteiten. Dat is een hanteerbaar begrip. Dat betekent waarden, normen, gedragsvormen die een bepaalde groep in een bepaalde groep in hoog aanzien staan. En waarmee ze zich onderscheiden van andere groepen. Nou, dat kan op nationaal niveau, provinciaal niveau, noem maar op. Niet over de identiteit. Dat is onhanteerbaar begrip. We zijn niet allemaal hetzelfde. Die collectieve mentaliteiten die staan in hoog aanzien, maar dat betekent niet dat iedereen ze deelt. Is inmiddels in de Nederlandse identiteit of mentaliteit, is het niet inmiddels verweven met veel verschillende culturen? Ja, dat ligt niet voor eeuwig vast. Er zitten wel lange tradities achter, dat we zuinig zijn als zelfbeeld en dat we daarna ook naar proberen te leven. Maar dat buigt op allerlei manieren, buigt het mee met de ontwikkeling van de wereld. En dat zie je ook natuurlijk door toch de veranderingen in de samenstelling van de bevolking. Toch een steeds beduidender groep mensen die een andere herkomst hebben, maar inmiddels wel Nederlanders zijn. En zeker hun kinderen die hier ook geboren zijn. En die brengen natuurlijk ook hun identiteiten en mentaliteiten mee. En die huldigen ze voor een deel voor zichzelf. Maar ze hebben natuurlijk ook invloed op die collectieve mentaliteit van het hele land. Nou, één ding, dat is bijvoorbeeld heel duidelijk en dat ervaar ik zelf ook persoonlijk, is dat zij weer iets invoeren wat wij een beetje vergeten zijn en kwijtgeraakt. Dat is gastvrijheid. En gewoon dingen met elkaar delen. Dat doen wij al lang niet meer. Wij werken op uitnodigingen. Wij nodigen wel mensen uit op feesten, maar dat doen we dan 3 weken, 4 weken van tevoren. En op dat moment hebben we een hulp in de huishouding, zoals vele Nederlanders van zo'n herkomst. En we krijgen altijd een stuk van dit en een stuk van dat. Dat neemt ze altijd mee, want dat spreekt voor haar vanzelf. Wij zijn ook een beetje deel van haar familie. En dat vind ik soms heel ontroerend. En ik vind dat wij daar veel van kunnen leren. En in de praktijk gebeurt dat ook. Wat wij eigenlijk willen, en dat zag je vanavond al een beetje, is een combinatie van dingen die tegen de realiteit, tegen de huidige knelpunten aanschuren. En die daar een andere visie op kunnen geven. Dus nu Herman Pleij over de nationale identiteit. Iedereen die roept alsmaar van wij zijn onze identiteit kwijt. Nou, we zijn hem dus helemaal niet kwijt, maar ze zoeken niet goed. Nou, wat we daarnaast als Stichting Kools nog willen is eigenlijk wat meer alle activiteiten op literair, poëzie, proza gebied bij elkaar brengen. Die in en om Tilburg plaatsvinden, zodat we elkaar aanvullen en niet allemaal met eigen dingetjes bezig zijn. We zijn een beetje doorgeschoten in dat individualisme. We springen ook alle kanten op in ons eentje. We komen naar Macau, maar dan gaan we weer iets anders doen. Dat individualisme, dat slaat een beetje door. En dat is ook wel te verklaren hoe dat komt. Dat heeft erg veel te maken met het verdwijnen van de grote ideologieën en het grote geloof. Er is niemand meer in Nederland die in de concreetheid van hemelse beloningen gelooft. Wel in allerlei vormen van er is nog iets na de dood. Maar niet wat 19 eeuwen lang verteld is van dat daar een paradijs is en dat we altijd te eten krijgen en vrolijkheid en feest vieren tot in alle eeuwigheid toe. Er is niemand meer die dat echt gelooft. En er is dus veel meer gekomen van ik moet hier en nu aan mijn trekken komen. Ik moet nu het maken, want later is te laat. En dat leidt tot een vrij sterk egoïsme. En daarom is het goed om erover te praten. We hebben gevraagd of hij als curator eigenlijk wil optreden over onze collectie. Dat wil zeggen dat hij zijn persoonlijke keuze maakt uit de collectie van de bibliotheek. En dat heeft geleid tot een lijstje met 15 boeken over identiteit, over Nederlandse identiteit in het bijzonder. En die lijst is in de bibliotheek op te halen. Die staat ook op onze website dadelijk. En half juni komt er ook een video uit waarin Herman Pleij nog 5 titels van die lijst verder toelicht. Het literaire erfgoed is
denk ik, heel belangrijk als verklaring van hoe de maatschappij dat nu al uitziet. Want het is vaak ook een neerslag in de literatuur van de maatschappij. En dingen komen elkaar tegen in de maatschappij. Eus bijvoorbeeld is nu heel bekend. Al dat soort dingen bij elkaar, samen met voetbal, want daar zie je ook dat het het toppunt van integratie is. Nou, al dat soort dingen bij elkaar die maken de hele maatschappij zoals Nederland nu is met de identiteit die het nu heeft. Namelijk multicultureel, leuke restaurants, hele aparte mensen die je tegenkomt. Dat is eigenlijk het idee. Tim Hobbelman ken je misschien wel van zijn animo-sculpturen van dieren die gemaakt zijn uit oude elektrische apparaten. Maar voor de komende tijd gaat Tim een andere uitdaging aan, die van het plastic. Samen met de buurt wil hij door middel van kunst en cultuur het afvalprobleem aan gaan pakken. Hoe dat in zijn werk gaat? Tja, dat kan Tim het beste zelf uitleggen. Zou een afvalkunstenaar noemen? Ja, dat kan eigenlijk wel. Ik denk dat afval het middel is waarmee ik een verhaal wil vertellen. Dus dat het niet per se gaat over het materiaal. Ik kwam er zelfs laatst achter dat misschien is het wel zo dat ik afval gebruik omdat het overal gratis te verkrijgen is. Je hebt eerder sculpturen gemaakt van dieren met elektronisch afvalmateriaal, maar je vertelde dat je nu echt in een fase zit en je aan het omdenken bent. Ja, want ik denk dat veel dingen die op mijn pad komen in het leven, dat ik daar iets mee kan. Ik denk zelfs dat ik met alles een beeld kan maken en een verhaal kan vormen. En dat is denk ik de techniek die ik het liefste gebruik. Is wat ik je eerder al schetste, was een plek waar zwerfafval ligt helemaal schoonmaken en daar iets waardevols terugleggen. En dan de overlastmakers uitdagen om daar iets mee te doen, om iets neer te leggen wat zij oprapen. Dus zij gooien altijd iets op de grond. Ik haal dat weg, ik leg iets neer wat zij zouden kunnen oprapen. Eens kijken of er in dat hoofd misschien gaat er wel een chemische klik. En je denkt, hé, ik ben nu op dezelfde plek als waar ik iets neer heb gegooid. Iets aan het oprapen, dat is toch gestoord? Dat is een beetje de vorm van omdenken wat ik heel leuk vind. Ik denk niet dat ik een activistische insteek heb. Ik heb ook geen, wel een mening over het woord consumptiemaatschappij. Ik wil niet mensen op hun vinger stikken. Ik wil niet de vinger wijzen naar een schuldige. Ik wil mensen op een andere manier laten kijken naar de overlast waarvoor ik gevraagd ben om daar aandacht op te vestigen. En de dieren die ik in het verleden heb gemaakt, dat is vrijwerk. En die zeggen niks. Daar zou ik een heel filosofisch verhaal aan kunnen koppelen. Maar dat zou niet eerlijk zijn. Of in ieder geval, ik weet niet hoe andere kunstenaars dat doen. Of zij met zo'n verhaal komen voor of na het werk. Ik ben gewoon heel erg gecharmeerd van het creëren, van het maken. Ik denk dat ik heel lang een denker ben geweest. Dat is het. Of in ieder geval, dat is een hele heftige omslag geweest. Dus ik heb een hele heftige binnenwereld gehad als kind. Vaak overprikkeld geweest als kind. En toen ben ik naar Sint-Lucas gegaan. En daar kreeg ik ook, werd ik ook altijd geprezen over wat ik bedacht. En dan zag ik iemand en die had van piepschuim een of andere stoel gemaakt. En toen dacht ik, hoe doe je dat? En dan ging ik een plank hout zagen en dan zag ik een houtsnipper ergens heen vliegen. En dan dacht ik al, werd ik gewoon pissig van. Omdat ik niet met mijn handen een materiaal kon temmen. Ik kon wel met mijn hoofd een gedachte temmen, maar niet met mijn handen een materiaal. En dat is denk ik de grote omslag geweest. En nu ben ik voor het eerst aan het maken. En is dat is heel heftig om iets fysieks, tastbaars in je handen te hebben, ook al mislukt het, elke mislukking is weer een les. Maar hey, de jackpot winnen, oftewel niet financieel, maar een idee bedenken wat kaart aanslaat, dat zou ik als kunstenaar wel willen. En dan zou het mooiste zijn als ik dan nederig kan blijven en kan zeggen, iedereen mag het hebben, want het is al een keer bedacht. Dus open source gewoon weggeven. Zeg, hier, gebruik het maar in de volgende gemeente. Als je dan geld aan overhoudt, dan mag je wel een keer een envelopje bij mij neergooien. Zo van, Tim, bedankt. Maar dat zou heel tof zijn. Als er uit mij iets komt wat een verandering inzet, maakt me niet uit op welk. Ja, maar dat is ook het echte doel van een kunstenaar, toch? Ik denk dat het mijn doel is als mens.
Ja? Ja, om veel met aandacht met mensen om te gaan, met aandacht in gesprek te gaan, met aandacht te luisteren. 6, 7 of misschien wel 10 jaar geleden werkte ik bij een bedrijf waar ik workshops gaf aan kinderen om apparaten uit elkaar te halen en daar weer nieuwe dingen van te maken. En dat werd een soort focus. En nu word ik vaak gevraagd voor sociale problematiek rondom afval. Kinderen zijn zeker heel erg bewust van. Alleen is er een generatiekloof. Ik was bij het laag. Ik had met een vrouw gepraat en die vertelde me over de Schillenboeg. Vroeger werd dus het afval opgehaald omdat het ergens anders weer gebruikt werd. En kinderen worden nu doodgegooid met plastic soep. En worden doodgegooid met dat ze moeten scheiden. Maar we hebben geen idee waar het dan nog heen gaat. Als je PlayStation kapot is en die gooi je in de goede bak, dan heb je het goede gedaan. En daar stopt het. En vroeger wisten mensen, hey, die schillen die ik dan in de bak gooi, die gaan dan naar de varkens van de boer hier aan het einde van de straat. Maar ik denk dat het verhaal nog niet helemaal klopt. Kinderen meer weten, maar minder inzicht hebben in het gehele proces en ook het nut ervan. Het is meer een zo, hey, heel goed dat je hebt gerecycled, je hebt je afval in de juiste bak gegooid. In plaats van dat je begrijpt waarvoor je het doet. Ik denk dat er ook nog wel eens aan geschaafd kan worden hoe wij kinderen opvoeden. Ik bedoel, je zou er als kind bijna lijp van worden. Dat er overal om je heen wordt verteld dat het niet goed gaat met de wereld. En het enige wat jij kan doen om dat te helpen is iets in de juiste bak gooien. Dan is het verhaal nog niet helemaal compleet, denk ik. Ik ben in de wijk Gorkum-Hasselt bouwmeesterbuurt bezig met een recyclefabriek. Binnen het project Schoonste Wijk. En daarvoor zijn we nog heel erg in onderzoek. Maar we hebben een granulator gekocht. En dat is een machine waar je allerlei plastic in kan gooien en er komen korrels uit. Willen we nieuwe producten gaan maken. En we zijn ook bezig met het maken van een eigen machine. Een injectiemachine om mallen te gaan spuiten. Dus dan zouden we... Ja, zo stom om te zeggen, sleutelhangers, maar het doel is om iets te maken wat de wijk dient. Wordt er dan ook misschien een kunstwerk teruggeplaatst in de wijk van het materiaal? Dat is wel de hoofdvraag geweest. Ik ben al eens vaker gevraagd om een kunstwerk te maken, ook voor Geelserijen. En daarbij komt een concept wat uiteindelijk uitkomt in een performance. En nu... Het is leuk dat je dat vraagt, want voor Schoonste Wijk wil ik heel graag een lokale munt gaan creëren. Waardoor we mensen die een kilo, even, ik weet nog niet of een kilo genoeg is in waarde of wat ik er dan voor terug zeg nu. Maar mensen die een kilo afval komen brengen krijgen van mij een muntje. En met dat muntje of 10 muntjes of 5 muntjes kunnen ze in hun eigen wijk bij lokale ondernemers weer winkelen. Dus dat betekent dat zij hun eigen omgeving schoonmaken en daar een goede waarde voor terugkrijgen om een brood te kopen of eieren. En dat dan verdiend is doordat je omgeving schoonhoudt. En wat ik dan ook nog zou willen is dat de ondernemers zich verantwoordelijker inzetten. En mensen ook aansporen om het plastic wat zij dan hebben of het afval goed te scheiden bij het bedrijf. Dan kom ik het weer ophalen en dan maak ik er met die granulator weer iets nieuws van. En zo krijg je, het is nog niet helemaal een cirkeltje, misschien is het meer een klavertje zo. Maar misschien is het ook wel een systeem dat werkt. De cultuuragenda van 13 tot en met 19 juni. Deze zomer vindt in Park de Oude Warande de 10e editie plaats van de internationale expositie Lustwarande. Dit jaar Delirious genaamd. Deze jubileumeditie toont een brede waaier aan hedendaagse beelden en sculpturen. De samenstellers hebben 25 kunstenaars geselecteerd die bijna allemaal een beeld hebben gemaakt speciaal voor deze locatie. Wil je de nacht wegdansen en swingen tot je niet meer kunt? Dat kan, want de Mavericks komen terug naar Poppodium 013. Om te vieren dat ze 30 jaar bestaan, komt de band met een speciale set. En daar hoort ook een goede support act bij. Niemand minder dan de Nederlandse roots blues singer-songwriter Danny Vera opent de avond. In Museum De Pont vindt een symposium plaats over het fenomeen licht. Tijdens dit symposium gaat kunstenaar Jan van Duinhoven in gesprek met een filosoof, een Mondriaan-deskundige en een hoogleraar religie. Tevens wordt de publicatie gepresenteerd die ter gelegenheid van de tentoonstelling Celebration of Light is verschenen. Het
Het symposium begint om 2:00 middags en deelname is gratis. Wanneer heeft iemand voor jou iets voorgelezen? In de binnentuin van de Nieuwe Vorst worden korte verhalen aan elkaar voorgelezen tijdens Kort en Laat. Ken je zelf een mooi verhaal om voor te lezen? Dan mag je het meenemen als het niet langer duurt dan 15 minuten en niet van jezelf is. Met een kampvuur en met drankjes wordt het erg gezellig. De toegang is gratis. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar online kun je ons natuurlijk de hele week door blijven volgen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website of het Instagram-account van Omroep Tilburg. Of volg ons op Facebook. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week.